Wat staat er te gebeuren, Mike? Op 5 juli aanstaande, Hoogland-Welland, op de Hamseweg en rondom de Hamseweg in Hoogland. Met zo'n 18 blaaskapellen, een heel mooi kinderplein waar de kinderen gratis gebruik kunnen maken. Een leuke braderie en vooral een hoop gezelligheid. En hopelijk ook dit weer, zoals vandaag. Wij in Amersfoort, Hoogland, Leusden vragen dan altijd, en wat gaat dat kosten? Dat kost helemaal niks. De muziek is gratis, het kinderplein is gratis. Uiteraard is een drankje wel betaald, maar voor de rest een hoop gezelligheid is altijd gratis. Het is een dweildag, dat betekent die kapellen lopen over de Hamseweg. Nee, die spelen op 3 podia's gedurende de dag. Het is een programma van 15 tot 20 minuten per kapel. En op ieder podium kun je in principe kun je daar blijven, want je ziet alle kapellen voorbij komen, alle 18. En welke kapellen zoal? Nou ja, vooral de Amersfoortse kapellen natuurlijk. Niet vergeten de Vlijblazers, Sturrestampers. Ook een heel leuk vrijgezelligs, een dameskapel die ook weer voor dit wordt opgericht. Eigenlijk opgericht is, maar ook in Sneek en de Namens kon spelen. Wij zelf uiteraard, maar ook wel leuk een aantal van buitenaf, een paar grote jongens. Dus echt heel gevarieerd. Spelen jullie ook nog met al die kapellen samen? Ja, de bedoeling is een gezamenlijke finale. En die finale echt vanaf een uurtje of 5 op het Aldi-terrein. En dan één gezamenlijke finale, waar ook een prijsuitreiking is. Want het is voor de kapellen mogelijk om met een leukklasse mee te doen en de wedstrijdklasse. En die wedstrijdklasse, dat is ook nog een prijs te doen. 5 juli 2015, Hamseweg in Hoogland. Hoe laat? Vanaf 12 uur, braderie, kinderplein is ook open. Gewoon kinderen meenemen, voldoende vrijwilligers die ze ook begeleiden. Dus ook de ouders kunnen gewoon lekker een rondje lopen op de braderie of een kapelle genieten. MUZIEK